Dames en heren, in deze video spelen wij namelijk Wie ben ik in Fortnite. We spelen namelijk drie rondes. En in drie rondes gaan we kijken wie de meeste rondes wint. Is dat makkelijk? Is dat moeilijk? Ga dat maar zien. Veel kijkplezier. Heb jij een man? Nee. Kort en krachtig. Nou. Oh shit. Ja, knal maar lekker door joh. Nou. Ja, ben je er eindelijk klaar over zitten? Hé. Oké, heb jij een content creator? Ja. Content creator? Oké. Die niet. Oh, wacht, die wel. Dat niet. Kun je Boeka nou overeind gelaten? Even kijken hoor. Die wel, die niet. Moet Boeka niet naar beneden? Je leidt me af, Josh. Wat joh. Mr. Beast, ja. Jullie niet. Jullie niet. Top, jij bent. Is het een Fortnite speler? Nee. Lucifer's Chica. Heeft jou een karakter bruin haar? Bruin haar, ja. Ik zou denken van wel. Die. Is jouw karakter toevallig een. Hele bekende popzangster? Nee. Ja, dan weet jij wie ik heb. Dan moet ik een guess gaan doen. Oké, heb jij. Rotjong. Heb jij bij toeval. The one and only. Meneer Beast? Yeah. Meneer Beast? Ja, Mr. Beast. Nee, die heb ik niet. Oké. Dan heb jij... Klikken. Yep. Flexpower. Wie in godsnaam is dat? Ik even een comeback maken. Heb jij mag weer beginnen? Nee. Ja, oh, dat is jammer. Dat zou me eigenlijk wel een beetje teleurstellen, hoor. Nou ja, sorry, ik kan er ook niet veel aan doen. Wel. Nee, eigenlijk niet. Oké, heb jij bij toeval een epic of hoge rarity? Nee. Wat een vraag is dat, bro? Dat is gewoon echt meer dan de helft weghalen. Ja, het is wel een goede vraag. Oh. Top. Ja? Een automatisch wapen. Even denken hoor, was dat ook? Ja, ik zou zeggen van wel, van mij wel. Voor mij is deze automatisch. Eens even denken. Oké, Josh, heb jij een item? Die medium bullets nodig heeft. Nee. Geen medium bullets? Nee. Shit man. Stel je mij weer teleur, wist je dat? Ja, nou jij stelt een goede vraag hier, jezus. heb jij een chapter 1 wapen? Ja, zeker weten. Nou, van Mas die zat... De groene van Mas zat niet in chapter 1. Dat weet ik eerst echt niet. Dat weet ik zeker. Want het was alleen de paarse en gouden van Mas. Oh ja, dat je had een andere burst in chapter 1. Die shotgun was dacht ik wel chapter 1. Scope the arrow, MK niet. En deze test SMG dacht ik ook niet. Dus. En silent pistol is niet automatisch. Dus. Wat zullen we eens af gaan knallen? Oké, heb jij een shotgun? Ja. Top. Even kijken hoor. Bestaat jouw wapen uit twee woorden? Ja. Jamie, wat een vraag. Doei LMG. Komt jouw wapen uit chapter 1? Nee, dacht ik niet. Nee. Oké.
zijn we klaar. Nee. Ik heb je de drone gun? Had jij de charge shotgun? Die kon gewoon de chapter 1, vriend. Wauw, maar dat is niet veel. Vehicles als laatst. Yay, vehicles. Goed, heb jij een wapen met vier wielen? Nee! Nou, je moet niet zo boos te worden. Het komt omdat ik al een platform moet staan. Vind ik niet leuk. Ja, maar je bent hier gaan rondlopen tieren. Is jouw wapen, is jouw voertuig een auto? Nee. Daar staat een meerderheid van de dingen. Wat nog gekke mensen. Komt jouw wapen? Oké, komt jouw vehicle uit chapter 1? Nee. Oké. Ja, dan kun je er maar één afschieten. Nee, zeker weten we niet. Vehicle uit chapter 1, de meerdere uit chapter 1, want vehicle staat niet in chapter 1. Dat is jammer dan voor jou. Dat weet ik niet hoor. Ben je helemaal lult? Nee, ik ook niet. Is jouw vehicle... Heeft jouw vehicle groen in de achtergrond? In de achtergrond, ja. Top. Blue report, blue UFO, blue snowboard, helicopter, blue... Zou nog een gras kunnen vragen. Kan jouw voertuig rijden? Hallo? Wat is dat voor een vraag? Elke vehicle kan rijden. Ik bedoel, kan hij rijden op banden? Dat was zo bedoel ik hem. Ja. Nou, de X-Wing moet erin blijven dus. Je hebt de X-Wing weggeschoten of niet? Wat zei je? Je hebt de X-Wing weggeschoten, die vliegtuig. Ja, die heb ik al lang weggeschoten, maar die komt in chapter 1. Echt niet. Jawel. Heel verdacht dit. Ik kon het 6 of 7, man. Heel verdacht dit. Maar goed, stel maar gewoon je vraag. Heel verdacht. Even denken hoor. Was jouw vehicle een vervelend voertuig in competitive? Nee, ik zou zeggen van niet. Ik speel nooit competitive. Dus ik weet het niet. Baller is verschrikkelijk. Iedereen haat het. En Brood is helemaal erg. En de tank was ook echt stol in Zero World. En dat was het wel. Oké, heeft jouw vehicle, heeft hij maar twee banden? Ja. Is jouw vehicle... De rode... Ja? Is jouw vehicle... Heeft jouw vehicle rood op zich? Nee. Heeft jouw vehicle, heeft hij een beetje... een sterkere behuizing bij de banden? Wat? Zo'n dikkere behuizing bij de banden, wat een nieuwe motor ook heeft. Ik denk het. Heb jij de Quadcrusher? Nee. Ik heb gewonnen. Heb jij de Rough Bike, die rode motor? Ja. Top. Ga ik toch niet met 3-0 onderuit. Jammer. Heb jij genoten van deze video? Laat het zeker weten achter met een duimpje omhoog. Abonneer ik even op ons kanaal, hier beneden. En dan zien we jullie zaterdag weer bij een nieuwe video. Tabé!